Ik ga vandaag in gesprek met Jordi en Aziza om te horen wat hun initiatief inhoudt en hoe zij proberen om Tilburg liever en socialer te maken met hun actie. Ja, Tilburg heeft het lastig onder corona. Heel veel ondernemers hebben het moeilijk. Tilburgers in eenzaamheid verkeren, sociaal isolement. Maar jullie hebben de handschoen opgepakt, jullie hebben iets bedacht. Ja, dat klopt. Dat is Give Local. En dat is een initiatief om de lokale winkeliers, die kleine winkeliers, om die te helpen. Want die hebben het in deze coronacrisis super zwaar. En wij merkten van ja, enerzijds wil je ze een steuntje in de rug geven. Dus meer laten zien, goh, we denken aan je en zorgen dat ze een beetje kunnen ondernemen. Maar anderzijds ook een financiële steun geven. Dus wij halen geld op van donaties van particulieren, van bedrijven. En dat geven we uiteindelijk aan mensen in de stad, bonnen van 25 euro van die lokale winkeliers. En daarmee hopen we een soort van lichtpuntjes in deze donkere coronatijd creëren. En waarom juist die lokale ondernemer? Ja, kijk, een lokale ondernemer is vaak geen grote ondernemer, heeft weinig buffers. Nou ja, die heb je wel nodig in deze tijd. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt, een webshop of een groot distributiekanaal of heel veel inkoopvoordeel, ja, dat mis je toch wat als lokale ondernemer. En als je kijkt naar de andere kant, als je kijkt naar de winkelcentra, maar ook naar de binnenstad, ja, dan zijn het wel die lokale ondernemers die geven kleur aan je stad. Dat is niet de HEMA en de H&M, maar dat is echt ja, de kleine winkeliers en daarom zijn we voor hen. Het werkt dus aan twee kanten, zoals je zegt. Zowel voor de mensen die in de stad wonen, de burgers, maar ook de kleine ondernemer die het zwaar heeft. Dus eigenlijk helpen we aan beide kanten, maken we twee partijen blij. Zoals jullie zien zijn we hier in de salon, een ondernemer in de Sporrenzon in Plan T, salon van mijn echtgenoot. Die heeft het natuurlijk ook zwaar, want je bent natuurlijk als startende ondernemer val je soms wel eens buiten de boot. En we proberen met dit Give Local toch wel een mooi initiatief op touw te zetten. En de reden waarom ik dat wilde doen is niet zozeer omdat ik de salon wil ondersteunen met Give Local. Die doet daar niet aan mee, voor alle duidelijkheid. Maar wel het initiatief zeer zeker ook aanspoort en eraan meedoet om daar kenbaarheid aan te geven. En ik vind ook dat wij als Tilburgers trots op elkaar moeten zijn en elkaar een hart onder de riem moeten steken. En dat doen we met Give Local. De ondernemers hebben het echt ontzettend zwaar. En we praten heel erg veel over horeca. Die hebben natuurlijk al veel langer heel erg zwaar. Maar wij willen met Give Local nou juist die andere, de onzichtbare ondernemers ook een hart onder de riem steken. Je staat hier niet alleen in. En dan gaat het niet eens zozeer om die 25 euro. Weet je wel? Dat is mooi, dat is leuk en dat is in sommige gevallen echt super welkom. Maar gaat het veel meer om dat gevoel van hey, iemand geeft om je. En in Tilburg zetten we samen de schouders eronder. Ik sta hier op het Besteplein en ik wil van de mensen hier op de markt graag weten wie zij in het zonnetje willen zetten en wie een steuntje in de rug verdient. Wie zou u, als u dat zou kunnen doen, een steuntje in de rug willen geven? Een steuntje in de rug? Ja, ik denk alle mensen die betrokken zijn bij deze coronaperikelen. En vooral verpleging, politie, brandweer. Eigenlijk alle hulpverleners. Als het om een ondernemer gaat, dan Onnegien van de Habbekrats in Tilburg-Noord. Die doet zo ontzettend haar best om andere mensen te helpen. Ze geeft heel veel weg van de spullen die ze heeft, het geld wat ze ermee verdient. Geeft ze heel veel aan arme mensen in Tilburg. Mijn schoonzusje Riki, die is vorige zomer is haar man gestorven aan een ziekte. En die wil ik graag een hart onder de riem steken.